We hebben een vaderlandse geschiedenis, maar we hebben geen moederlandse geschiedenis. En ik denk dat het voor de mens belangrijk is dat je zowel van de afkomst van je vader als de afkomst van je moeder, van de vrouwelijke kant en van de mannelijke kant, het verhaal kent om in balans te zijn. In het Straatbeeld van Nijmegen komen vanaf november 2023 en het hele jaar 2024 komen er portretten van vrouwen in de stad. 9 en 10 september laten ze allerlei projecten in de stad zien die onderdeel van zijn van de Big Draw. En vandaar dat ik een kleine preview van dat project wat nog gaat komen laat zien in de binnenstad. En dat gaat over deze drie portretten. Drie hele belangrijke Nijmeegse vrouwen. Eén daarvan is de bekende schrijfster Andreas Burnier. Zij stond vooral voor vrouwenrechten, ook voor homorechten, gendergelijkheid. Zij heeft zich heel fel gemaakt over het feit dat de vrouw niet alleen, zoals te doen gebruikelijk toen, achter het aanrecht hoorde. Betsy Perk, feministe, pionier, activist en dan hebben we het over 100 jaar verschil, 1850. Een van de eerste vrouwen die opkwam voor vrouwenrechten. In die tijd was het niet gebruikelijk dat een vrouw onderwijs genoot, dat een vrouw recht had op bezittingen, dat een vrouw überhaupt rechten had. Betsy Perk was een van de eerste vrouwen die daarmee druk was. Roosje Glazer staat in feite voor de macht van de creativiteit. Roosje Glazer heeft met het dansen, waar zij ongelooflijk goed in was, heeft zij zichzelf het leven gered, maar ook van andere mensen. Doordat ze haar dans als activistisch middel gebruikte in de concentratiekampen waar ze zat als Joodse vrouw, heeft ze de oorlog kunnen overleven. Dus creativiteit kan soms een bizar wapen zijn naar vrijheid. Met dit project is het vooral belangrijk dat ik graag een hiaat in de geschiedenis zou willen opvullen. Het hiaat in de geschiedenis is dat ik, maar iedereen van ons, heeft geleerd over de mannelijke geschiedenis. Onze schoolboeken waren mannelijk. Alles ging over de man. De stambomen die we hebben gaan over de man. Om een evenwichtig mens te zijn, denk ik dat het belangrijk is dat je zowel de mannelijke geschiedenis als de vrouwelijke geschiedenis kent. Waar ik met dit project aan mee wil werken, is dat de vrouwengeschiedenis bekend wordt. Dus dat het in evenwicht komt. Na deze drie portretten die dus te zien zijn in de Mariekestraat en later ook in de stad verspreid zullen worden, wil ik eigenlijk mij focussen op de andere 50 portretten die nog komen gaan. Mensen kunnen deze werk op verschillende manieren zien. De hoop is dat je door de stad loopt en ze toevallig tegenkomt. Natuurlijk staat er een plattegrond op thebigdrawnederland.nl. Of je kunt naar mechmerks.nl en daar staat alle informatie op. Verder staat er onder elk portret een QR-code die verwijst naar een site, een pagina op een site waar de persoon in kwestie het verhaal verteld wordt.